Aan tafel misdaadjournalisten van NRC Handelsblad, Jan Meijers en Wouter Laumans. Een paar uur geleden bracht de politie het nieuws naar buiten dat er opnieuw een man is aangehouden in verband met de moord op advocaat Dirk Wiersum. Volgens verschillende kranten gaat het om de neef van Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op de advocaat. De politie in Amsterdam heeft een vierde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het is de neef van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, meldde een bronnen aan de NOS. Maar de politie wil niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nou, dat bericht heeft ons ook bereikt. We hebben dat gelezen en gezien. Hier geldt echt wel heel sterk dat hij in de beperkingen zit. Dus ja, ik ga dat niet bevestigen. Ik ga dat niet ontkennen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Een arrestatieteam hield hem vannacht aan op de openbare weg. Direct na de arrestatie is het huis van de verdachte doorzocht. De politie zegt met de aanhouding een belangrijke stap in het onderzoek te hebben gezet. Er komen steeds meer mensen in beeld. Mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding, bij de uitvoering. En op dit moment was de tijd daar om deze meneer aan te houden. Ik kan u wel vertellen dat het naar alle waarschijnlijkheid niet bij deze aanhoudingen blijft. Ja, Olivier Dutiel zegt, we hoorden hem zeggen, ik kan het niet bevestigen. Ik ontken het ook niet. En het ontken het niet dat het om de neef van Ridouan Taghi gaat. Jullie weten meer? Weet het meer zeker misschien? Hij mag het niet zeggen, maar het is hem wel. Het is hem wel. Ja. Waarom mag ik het niet zeggen eigenlijk? Nou, hij zit in de beperking en dat wil zeggen, in het belang van het onderzoek mag hij geen contact hebben met de buitenwereld. Zijn advocaat mag weinig of niks zeggen. En dan is het wel zo netjes dat de politie zich daar ook aan houdt. Ja, we hadden natuurlijk al het vermoeden dat de moord van op Dirk Wiersum te maken zou hebben met Taghi. Dat het zijn neef zou zijn, dat wisten wij natuurlijk helemaal niet. Nu is het zijn neef. Wat zegt dat inmiddels over die organisatie? Nou, in elk geval dat dus de werkthese van de politie is altijd geweest van, nou ja, het zou mogelijk Ridouan Taghi zijn die achter deze moordaanslag op de advocaat zit. Mm-hmm. Nou ja, als je nu ziet dat dus Anwar, de neef van Ridouan Taghi, is aangehouden, dan wordt die werkthese wel enigszins onderbouwd, ja. Ja, verbaast het jullie? Nee. Ja en nee. Tegelijk, je zou ook denken, als er zo op jou gejaagd wordt, is het dan wel verstandig om een familielid bij dit allemaal te betrekken. Ja. Aan de andere kant weten we ook dat eerder twee broers van hem in Marokko zijn veroordeeld voor een vergismoord. Hij is ook wel verdacht. Hè? In dit geval is het natuurlijk die neef is verdachte, maar twee broers van hem zijn in Marokko veroordeeld voor betrokkenheid bij een vergismoord. Het is ook goed om te zeggen dat hij heeft een hele grote familie en het is niet zo dat al die familieleden allemaal betrokken zijn bij de misdaad. Dus dat onderscheid moeten we ook wel even helder maken. Ja, die Anwar die is betrokken. Ik hoorde de naam natuurlijk voor het eerst. Voor jullie was hij bekend? Dus een van de zaken waarbij hij betrokken is geweest in het verleden, die was wel bekend. Ja, dat is ook echt een bekende zaak die ook landelijk in het nieuws is geweest. Ja, 2016, dat is die plofkraak, hè? Ja. Daar kwam hij bij, althans, daar kwam zijn naam voorbij. Nou, hij is daarvoor veroordeeld ook. Hij behoorde tot de zogenaamde Audi-bende. En dat is eigenlijk een groep criminelen uit Utrecht. Een hele grote groep criminelen. Dus dat hangt overigens heel erg van los zand aan elkaar. Mm-hmm. Dus dat is niet één bende, maar dat zijn, ja, de politie heeft wel eens gezegd, tussen de 150 en 200 jongens die zich bezighielden met met plofkraken in Duitsland. Dus dan reizen met een hele snelle gestolen Audi reizen naar Duitsland. Dan bliezen ze een pinautomaat op. En dan was het buitpakken en zo snel mogelijk terug naar Nederland. Oké, we kunnen even kijken, maar 2016 in Meppen, dat is Duitsland, neem ik aan. Dan zien we hoe zo'n plofkraak er na afloop uitziet. In het Duitse Meppen is een Nederlander omgekomen na een plofkraak. Samen met twee andere Nederlanders blies hij in een stad net over de grens bij Emmen een pinautomaat op. Tijdens hun vlucht reden ze frontaal op een vrachtwagen. Een van de twee inzittenden is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse criminelen die in Duitsland plofkraken plegen zijn ook wel bekend als de Audi-bende. Even kijken. Dirk van Wiersum stond de troongetuige Nabil B. bij. Ja. Er is ook weer een relatie tussen neef van Taghi met Nabil B. Allemaal informatie die ik van jullie heb gekregen, ongeveer anderhalf uur voor de uitzending. We hebben een organogram gemaakt. Dat is heel ingewikkeld. Jan en Wouter, ja, leg ons even uit. Ridouan, nou goed, dat is de grote baas. Zal ik een Ja, doe maar. Jij een poging. Goed. Anwar Taghi, dus de man die vanochtend is aangehouden, die zat in die auto die we net zagen in dat filmpje van die plofkraak, zat hij samen met Sadiq Shangazi. Die Sadiq Shangazi die heeft die overval niet overleefd. En zijn broer, Hakim Shangazi, die is enkele maanden daarna doodgeschoten in Utrecht. Dat is een vergismoord geweest. En bij die vergismoord was
Nabil B. betrokken. He, die vergismoord, Nabil B. zegt, die heb ik in opdracht gedaan van Ridwan Taghi. Ja. Daar was hij Nabil. En door die vergismoord op die Hakim Shangazi is eigenlijk Nabil B. kroongetuige geworden. Dus het is, en wat zegt het? Ik bedoel, dit zijn een heleboel namen. Het zegt eigenlijk dat die jongens, dat het kringetje eigenlijk heel klein is van jongens die daar elkaar kennen. En dat het dus een wereld is die, waarin iedereen elkaar kent. Mm-hmm. We komen even uiteraard bij Ridwan Taghi en waar hij zich zou kunnen ophouden. Toch even naar het politiewerk dat heeft geleid tot de arrestatie van vanmiddag. Dat is denk ik knap politiewerk. Heeft alles te maken volgens mij, las ik in de kranten en ook on the sites vanmiddag, met die auto's. Het detecteren van de auto's die voortdurend in de buurt van Dirk Wiersum aan het rijden waren. Aan het inspecteren waren. Wat je moet bedenken, het is een waanzinnig groot onderzoek. Dus er zijn bijna ruim 125 rechercheurs. In de eerste weken na die moord zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig geweest met het onderzoek. Dus het ging continu door. Mm-hmm. Ze hebben daarbij heel veel camerabeelden uit de omgeving van de woning van meneer Wiersum teruggekeken. En daar zijn uiteindelijk 3 auto's uitgekomen. Nou, 1 van die auto's is een witte Opel Combo. Dat is een bestelautootje. Toen die auto is gepakt, is daarbij een verdachte aangehouden. Dat is eigenlijk de eerste arrestatie geweest in deze zaak. Daarnaast hebben ze op die beelden een blauwe Renault Megane. Eentje die zeg maar eindeloos voorbij komt op de snelweg. Wat bleek nou? Op die beelden stond die auto. En in Den Haag, of in de buurt van Den Haag, is een uitgebrande Megane teruggevonden. Nou, wat gebeurt er bij zo'n brand? Dan gaat bijvoorbeeld zo'n dashboard, als dat warm wordt, dat smelt. Mm-hmm. Het gaat zo in elkaar zitten. En daarin zijn sporen aangevonden. Wat voor sporen dat zijn, weet ik niet. Maar dat kunnen vingerafdrukken of DNA-materiaal zijn. En dat is een belangrijk spoor geweest naar de groep mensen die nu verdacht wordt. Daarnaast is er dan nog een derde auto gevonden en daarvoor geldt hetzelfde. Dus eigenlijk heeft zeg maar de jacht op de daders achter deze moord, die auto's spelen daar een cruciale rol bij. En om dat allemaal te doen, hebben ze dus eindeloos die camerabeelden moeten terugkijken. Dat is gewoon echt klassiek, ouderwets, speld in een hooiberg, monnikenwerk. Politiewerk. Om dat te vinden. Ja. Wij hebben toen na de dood op Dirk Wiersum, hebben we hier ook 2 agenten aan tafel gehad. En die zeiden, waarom is die moord gepleegd? Nou ja, goed, we tasten natuurlijk allemaal een beetje in het duister. Zij zeiden, nou, het zou best kunnen zijn dat die Taghi, die kreeg het een beetje heet onder de voeten. Die voelde dat wij naderden. Met andere woorden, dus politie boekte succes. En daar werd hij wat benauwd van. En Kat maakt rare sprongen. En toen dacht hij, nu wordt het tijd om terug te slaan. En dat terugslaan was de moord op Dirk Wiersum. Wat zou, als die theorie juist is, is die valide, die theorie? De politie zei het hier aan tafel. Ja, goed. In principe zijn heel veel theorieën natuurlijk valide. Er zullen ook bij de politie een hele reeks aan theorieën zal de revue gepasseerd zijn. Mm-hmm. Dus om nou te zeggen, ja, dat is precies waarom dit is gebeurd. Ja, dat vind het angstige aan die theorie is natuurlijk dat je komt dichterbij. De Taghi zelf voelt dat en denkt, dan wordt het nu tijd om even terug te slaan. En dat zou op dit moment natuurlijk ook zijn sentiment kunnen zijn. Of zijn wrok, of weet ik veel hoe die vent in elkaar zit. Wat je in ieder geval kunt vaststellen is dat sinds de moord op Dirk Wiersum wordt actief rekening gehouden met dit soort gedachten. Dus eigenlijk zitten alle officieren van justitie die betrokken zijn bij dit onderzoek, zelfs de rechters die moeten oordelen over dit onderzoek, hè, want verdachten zitten vast, voorlopige hechtenis moet worden beoordeeld elke 3 maanden, die zitten allemaal in de beveiliging. Dus dat betekent wel dat zeg maar, als het gaat om de beveiliging en de mensen die erbij betrokken zijn, dat scenario's die in het verleden eigenlijk voor onmogelijk werden gehouden, nu allemaal reëel zijn geworden. Mm-hmm. Het is ergens ook gek, hè? Want als ik jullie werk volg, heb ik ook het idee dat het heel ongebruikelijk is dat je dit doet. Maar het is natuurlijk ook slecht voor de handel uiteindelijk, zo'n beslissing van die taak, om een advocaat. Is het ook een soort van, een soort Scarface slot, we gaan alles maar kapot maken? Want het is toch, het spel is uit? Of wat is dit? Het is een riskante redenering, maar het is wel zo, als je het dossier ziet, wij hebben delen daarvan gelezen, dan zitten er een aantal aanwijzingen bij dat hij betrokken is bij een serie liquidaties. En dat betekent natuurlijk ook dat de kans dat hij, als hij gepakt wordt, dat hij levenslang veroordeeld wordt, heel erg reëel is. Dus misschien is dat een scenario. Wat lastig is, we weten het allemaal niet, want niemand heeft hem gesproken. Nee, en we hebben geen idee waar hij zit. Akerboom zei wel, Erik Akerboom, de baas van de politie, die zei op 3 oktober in de Volkskrant, we zitten hem op de hielen.
Dat nemen we dan maar aan. Ik bedoel, wij weten het al helemaal niet. Maar jullie weten er iets meer van dan ik. Is dat zo? Zitten we die man op... we hebben nog geen idee waar hij zich schuilhoudt, volgens mij. Ik hoor nou, Dubai, ik hoor Iran, ik hoor... Ik denk wel dat de politie enig idee heeft in welke regio dat zich dat ongeveer afspeelt. En ik denk ook, maar ik denk tegelijkertijd dat die regio dat een hele moeilijke... Hè? En dan Dubai, Iran, ja, dat zijn natuurlijk wel regio's... Waar het ingewikkeld speuren is. Mm-hmm. En als je terugploegt naar nu, naar de moord op Wiersum... als je zeg maar Olivier Dutiel, dat is de recherchechef in Amsterdam... als je die hoort, die zegt eigenlijk gewoon... we hebben er nu twee te pakken en er komt er nog een setje aan. Dat is eigenlijk wat je hem hoort zeggen. En dat, nou goed, dat kan nog een week duren, het kan nog een maand duren... maar dat lijkt te gebeuren staan. Op basis van zijn woorden kun je dat wel afleiden. Dank jullie wel.